gaan we heen? Duitsland. Wat gaan we er doen dan? Shoppen. En waar dan? Kleven. En Kaufland. DM. Yeah. Nog gisteren. Vegan shampoo en dingen. Ik kan niet wachten gewoon. Ja. Dus ik ben aan de lookout voor allemaal velo-gootjes. Heel goed. Ja, ja, dat je het even weet. Heel goed. Op naar Duitsland, naar het plaatsje Kleven om precies te zijn. En we beginnen bij DM, aan de Emmerichestraße. DM is een enorme drogisterijketen in Duitsland, waar we heel graag komen. Je kunt er terecht voor heel goedkope cosmetica en ook wel een aardig assortiment aan foodartikelen, waarvan er heel veel vegan zijn. En het fijne aan deze winkel is dat er heel duidelijk staat aangegeven wanneer het om vegan artikelen staat. Sinds kort staat het ook echt op het schap aangegeven. En op de verpakking van veel producten. Dit is mijn favoriete oogmake-up remover. Deze sla ik altijd in. Deze is maar 95 cent per flesje. Is gewoon hartstikke goed. En ook de zonnebrandproducten van het eigen merk zijn vegan. En heel prettig. En ook deze muesli is vegan. En diverse soorten pasta. Na de DM reden we naar Teddy en normaal gaan we naar het filiaal naast de DM aan de Emmerichestraße, maar dat filiaal wordt op dit moment verbouwd, dus weken we uit naar de Hofmanallee 2 en dat is niet zo heel ver daar vandaan. En Teddy is gewoon een hele leuke winkel met van alles en nog wat en alles is heel fijn geprijsd. Denk aan kantoorartikelen, speelgoed, spullen voor huisdieren, kokerij, serviesgoed, noem maar op. Ik kom er echt heel graag. En daarna gingen we naar Rossmann. En dit filiaal is niet in Kleven, maar vlak erbij. Aan de Klosterplatz 22. En Rossmann is ook een hele grote drogisterijketen. En het lijkt een beetje op DM. Maar ik vind DM wel veel leuker en veel hipper eigenlijk. En ook hier hebben ze veel foodartikelen en tussendoortjes. En toen gingen we boodschappen doen bij Kaufland. En Kaufland is een supermarkt aan de Ommestrasse 1 in Kleven. En we hebben al behoorlijk wat supermarkten bezocht in Kleven en de omgeving. Maar Kaufland is toch onze favoriet. En hier scande Fabien met zijn telefoon via de Shazam-app een verpakking van zout. En dat is heel leuk gedaan, dan komt de verpakking helemaal tot leven. En deze supermarkt heeft behoorlijk wat vegan producten. En ik laat je nu een aantal van die producten zien die ik tegenkwam.
En tenslotte brachten we een bezoekje aan Edeka. En Edeka is een supermarktketen die wat duurder is en wat luxere producten heeft. Wel de moeite waard om naartoe te gaan. Want ze hebben echt hele mooie producten die wel aan de prijs zijn, maar het is gewoon leuk om te zien. En ze hebben er een goed aanbod aan vegetarische producten vooral en ook enkele vegan producten. En tot zover een indruk van ons dagje Duitsland. Ik hoop dat je het leuk vond en hou de volgende vlog in de gaten om te zien wat ik allemaal heb gekocht.